vandaag dus Italiaanse andijviestamppot met braadworst. Ik vind het heel lekker klinken, vooral omdat andijviestamppot echt mijn favoriet is. Ik kook voor 4 personen. En we hebben vandaag nodig braadworst, kruimige aardappelen, een zak verse andijvie, rode pesto, een bakje crème fraîche en 3 takjes basilicum. Al deze boodschappen kun je terugvinden op de site en op de app. Trouwens ook wat ik de rest van de week ga maken. Wat ik vorige week gemaakt heb trouwens ook. En als je geen televisie in de keuken hebt, dat snap ik, heb ik thuis ook niet. Kan je gewoon je telefoon neerzetten of je tablet en dan kunnen we het toch helemaal samen gaan doen. Beginnen met de aardappels. En de aardappels ga ik zo schillen. Ik heb hier ook een zak fijngesneden andijvie. Want we gaan natuurlijk andijviestamppot maken. Maar ja, dat voegen we pas aan het einde toe. Want dat is natuurlijk rauwe andijviestamppot. Dus eerst het klusje van vandaag. Waar we het meeste tijd mee bezig zijn. En dat is het schillen van de aardappels. Kijk eens even. En dat doe ik met een dun schiller. Je kan natuurlijk ook een aardappelschilmesje gebruiken. Wat je zelf prettig vindt. Maar voor mij werkt dit altijd het beste. En die schillen, die gooien we straks natuurlijk weg. Maar die eindigen nu even op de plank. Ja, en dan gaan we gewoon even pieperjassen. Met zo'n dun schiller kun je altijd mooi dun schillen. Het heet ook niet voor niks een dun schiller. Maar dat werkt voor mij gewoon het beste. Ik vind het altijd best lastig met zo'n aardappelschilmesje. Maar misschien ben jij er thuis wel heel erg bedreven in. En zo'n hoefijzertje, dat werkt altijd heel erg makkelijk. Ja, vandaag dus een lekkere andijviestamppot. En ik vind namelijk die smaak van die andijvie, die is lekker, ja, een beetje kruidig bijna. En omdat die ook niet meegekookt wordt, nog heel fris. En dat is eigenlijk precies de reden waarom ik het zo lekker vind. Ik hou namelijk van groenten die een beetje knapperig zijn. Voor mij moet groente nooit te lang doorgekookt zijn. En vandaar dus dat andijviestamppot bij ons thuis echt favoriet is. Maar ja, ik wilde hem natuurlijk toch een beetje Italiaans maken. En wat is een van de meest gebruikte Italiaanse sauzen? Pesto. Dus dat gaan we lekker toevoegen. En er komt nog een basilicumolie overheen. En vandaag geen rookworst, maar braadworst. Ook super lekker. Dus hij wordt echt net even anders dan dat je hem gewend bent. En dit is natuurlijk even een klusje. Maar het is de basis van de stamppot, dus het is even niet anders. En we gebruiken vandaag kruimige aardappelen. En dat vind ik met aardappelen altijd wel fijn. Je hebt natuurlijk allerlei soorten aardappelen. En voor elke soort gerecht kun je weer een aparte aardappel toevoegen. Maar kruimige aardappels werken natuurlijk het beste als je puree maakt of in dit geval stamppot. Wat ik wel even doe is een pan met water pakken. Want ik zie dat ze best wel vies worden. Ik heb best wel vieze handen. Misschien heb jij dat thuis ook. En dan ga ik die vast vullen met wat koud water. Dan spoelen ze namelijk even schoon. Het is net zoals oma het ook deed vroeger. Hè? Die had ook altijd een krant over haar benen. En dan zat ze piepers te jassen. Met een pan met koud water voor haar voeten. En daar gingen de aardappels in. Dus ook dat gaan wij doen vandaag. Ga ik ze zo meteen ook nog even snijden. Eerst even afspoelen. Het duurt nog wel even zoals je ziet. Dus kijk ondertussen even mee naar dit leuke filmpje over andijvie. Want zoals die in onze zak terechtgekomen is, zo groeit die natuurlijk niet. Gemak dient de mens. En omdat veel mensen dol zijn op andijviestamppot, zoals wij die vandaag ook maken, is voorgesneden andijvie populair. Als u wel eens stamppot rauwe andijvie maakt, is de kans groot dat u het zo koopt in een zak voorgesneden in de winkel. Maar wist u dat andijvie, rauwe andijvie er zo uitziet als hij wordt geoogst? Dat oogsten gebeurt 12 maanden per jaar. Gelukkig kunnen we in Nederland het hele jaar door verse andijvie eten. Het komt dan in het voorjaar en de zomermaanden uit de volle grond. En dan in de winter uit de kas. Moet u zich voorstellen, in totaal worden er in Nederland 700 voetbalvelden met andijvie verbouwd.
Nadat de andijvie geplant is, duurt het 6 tot 10 weken voordat hij mooi vol en groen van kleur is. De groente wordt met de hand geoogst door hem vlak boven de grond af te snijden. Leuk om te weten is dat andijvie voor een groot gedeelte uit water bestaat. Dat maakt hem wel kwetsbaar en hij verlept ook snel. Als hij voor de hele andijvie gaat, let er dan op dat hij aan de stronk een frisse kleur heeft en aan de onderkant niet vochtig en bruin is. Het lekkerste is natuurlijk om andijvie zo vers mogelijk te eten. Mocht u hem toch willen bewaren, kunt u hem het best in de koelkast doen, dan blijft hij nog een dag of vier goed. Het water dat in de andijvie zit verdampt als je de groente bereidt. Iets om rekening mee te houden bij het boodschappen doen. Als u andijvie warm gaat bereiden, bijvoorbeeld door het te smoren of te bakken, moet u rekenen op 300 gram per persoon. Gaat u het koud bereiden, bijvoorbeeld in een lekkere salade, dan is 100 gram per persoon ruim voldoende. En hoe eet groenteman Jeroen zijn andijvie het liefst? Mijn favoriete manier om andijvie te bereiden is, wat net al genoemd werd, de salade. Goed wassen, fijn snijden. Vind ik het persoonlijk lekker om er wat stukjes oude kaas in te doen, wat geroosterde zonnebloempitjes. En let erop dat u daarnaast, dus niet vermengen, daarnaast een lekkere yoghurtdressing erbij serveert. Ja, ik ben klaar. Net op tijd. De schillen kunnen in de prullenbak. En nou moet ik ze natuurlijk wel nog even in gelijke delen snijden. Want sommige zijn heel erg groot en andere zijn weer wat kleiner. Dus even zorgen dat ze gelijk gesneden zijn, dan kookt het gewoon makkelijker. En wat altijd wel een tip is om het proces te versnellen, is om de aardappels vrij klein te snijden. Dus niet alleen in vieren, maar gewoon net even een tikje kleiner, zodat ze echt maar een kwartiertje nodig hebben in plaats van 20 minuten. Dat scheelt toch weer 5 minuten. En dat is gewoon altijd handig als je moet opschieten. Dus ik maak er een soort blokjes van. En dan zorg ik natuurlijk wel dat alle delen gelijk zijn, zodat alles tegelijkertijd gaar is. Gaan de blokjes wel weer terug in de pan. Dan ga ik ze daar natuurlijk nog eventjes bij de kraag goed afspoelen. Weer even vers water pakken waar we in gaan koken. Maar dan is alles schoon. En het zand van de aardappel en van mijn handen ook helemaal weggespoeld. Kijk, deze gaan mee naar de spoelbak. En dan gaat er weer even vers water in. En ik doe niet te veel water, want het zijn kruimige aardappels. En die kunnen zich nogal volzuigen met water. Dus pak eventjes, nou, dat het echt net tot het bovenste laagje gevuld is. Een flinke duim. En zet hem dan op het vuur. En ik heb hier trouwens een lekker bosje basilicum. Dat is misschien een stuk makkelijker om te gebruiken. Ruikt zo ontzettend lekker. Ruikt echt een beetje zoet en ja, heel erg kruidig. Haal ik even dat touwtje ervan af. Dat kan ik overigens wel lossnijden. En ik ga ongeveer 2/3 van de basilicum gebruiken om olie mee te maken. En de rest zal ik gebruiken om straks het gerecht nog mee te garneren. Dus hou dat eventjes apart. En dan is dat voor strakjes. En basilicumolie is echt heel erg makkelijk. Het enige wat je nodig hebt is zo'n hakmolentje. En daar doe je eigenlijk de basilicum zonder de grove takjes in. En de kleine dunne takjes die kan je gewoon laten zitten hoor. Daar zit een hele hoop smaak aan. Het gaat meer om die grove takjes, die zijn gewoon niet zo lekker van structuur. Dus die doe je wel weg. En dan een beetje zo grof scheuren. En wat ik ook altijd zelf erg lekker vind om toe te voegen, is een klein teentje knoflook. En dit is een hele grote. Dat vind ik een beetje te veel van het goede vandaag. Dus ik maak hier even een halve van. Het is natuurlijk rauwe knoflook. En rauwe knoflook is altijd heel scherp en ook wel erg intens. Dus maak hem gewoon eventjes ietsjes kleiner. Pak een klein teentje van je knoflookbol, kan ook. Maar de helft is echt prima. En dan voeg ik wat olijfolie toe.
En die olijfolie, daar gebruik ik altijd graag de extra vierge. Een flinke scheut erbij. Dan gaat daar ook een snufje zout bij. Dan doe ik het even met de zoutmolen. En dan met het bakje van de hak van de staafmixer malen totdat je een mooie groene olie hebt. Kijk eens eventjes hoe lekker. Nou zou je deze ook nog helemaal kunnen gaan zeven, dan is hij mooi egaal. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet nodig. Dus ik laat hem gewoon lekker zo. Deze basilicum leggen we even opzij voor strakjes. De olie is ook vast klaar. En dat is toch echt wel een leuke twist aan je gerecht. En dan ga ik nu de worst bakken. En dat is braadworst. Dat is toch weer eventjes wat anders dan rookworst. Die braadworst zet ik vast klaar, want misschien heb je wel eens vaker worst gebakken en toen werd je natuurlijk helemaal gek van het spetteren op je aanrecht. Tenminste, ik heb dat altijd. Want ja, het spettert nou eenmaal, de olie wordt heet en die worst die is vaak nog een beetje vochtig. Dus voor je het weet zit je hele aanrecht onder de spetters. En dat kun je natuurlijk weer schoonpoetsen. Maar er is ook nog een andere oplossing. En dat is namelijk door bakpapier te gebruiken als een soort dekseltje voor je koekenpan. Zodat straks het bakpapier het vocht opneemt en de spetters dus ook niet uit de pan komen. Leg ik het bakpapier eventjes op de snijplank en wat doe ik? De koekenpan gaat er bovenop. Want je wil natuurlijk niet dat het bakpapier in de brand vliegt. Je wil natuurlijk dat dat precies even groot is als je koekenpan. En dat is heel makkelijk door met een pen de omtrek van de pan te tekenen. Dan moet je wel even goed aandrukken, want doordat het vet is, tekent je pen natuurlijk niet meer zo goed. Kijk, nou zie ik wel de omtrek ongeveer op het bakpapiertje. En dan heb ik een schaar. En met de schaar knip ik dan eigenlijk een soort dekseltje wat precies even groot is als mijn koekenpan. Maar het is natuurlijk altijd lastig om dat uit je hoofd te knippen. En zo is die precies even groot. En hoef ik straks niet zo te poetsen. Vet handig. Goed, die ligt klaar. De koekenpan die gaat op het vuur. En ik pak het kleinere pitje omdat ik een middelhoog vuurtje wil. Dan gaat er wat olie in de pan. Dan doe ik ongeveer 2 eetlepels. Zodat in ieder geval de koekenpan helemaal bedekt is met olie. Bij mij beginnen de aardappels te koken. Bij jou thuis ook? Zet maar het vuur ietsjes lager, want die staat bij mij nu helemaal hoog. En ik wil natuurlijk dat het rustig kookt. Kijk, zo is hij goed. Kan hier ondertussen even de olie warm worden. De worst gaat in de pan. Ja, en deze heeft gewoon wel even nodig. Dan laat ik hem heel even een klein beetje aanbakken. En als hij begint te spetteren, pak snel je bakpapiertje erbij. En dat scheelt straks weer een hoop gedoe. Ja, spetters, rennen. Hoppa. Kijk, en hij past precies op mijn koekenpan. En het voordeel van op deze manier bakken is ook dat er een soort stoom ontstaat in de koekenpan. Het is eigenlijk bijna een soort oventje wat je creëert. Waardoor die ook van binnen wat sneller gaart. En op het moment dat die eigenlijk bijna gaar is, dan zet je het vuur wat hoger. Dan keer je hem natuurlijk halverwege ook even een keer om. En dan zorg je dat hij een mooi bruin korstje krijgt. En dan krijg je dus een perfect gebakken worst zonder dat het hier één grote rommel is. En deze moet gewoon even rustig gaan. Even kijken hoe het bij de aardappels gaat. Nou, die zijn nog hartstikke hard, dus ik zet het ietsjes hoger. En dan keer ik hem even om. Gaan we even de andere kant aanbakken. Kijk eens even. Snel het bakpapiertje er weer op. En ik heb net natuurlijk een heerlijke olie gemaakt van basilicum.
Dus kijk even mee naar dit filmpje over basilicum, want daar zijn vast nog allemaal dingen over te vertellen die jij nog niet wist. Basilicum, of koningskruid zoals het ook wel genoemd wordt, is in Nederland steeds populairder aan het worden. In veel keukenkastjes is de gedroogde versie inmiddels onderdeel van de standaarduitrusting. Basilicum komt oorspronkelijk uit India, maar ja, wij kennen het vooral uit de Italiaanse keuken. Ja, daar wordt het zoveel gebruikt, echt dagelijks eigenlijk, net als peper en zout. Ja, de basilicum, ja, dat heeft van zichzelf al zo'n heerlijke geur. Ja, dan weet je eigenlijk al gelijk hoe het smaakt ook. Zo lekker is het eigenlijk. Het heeft ook wel een beetje die kruidnagelkant op, maar ja, ik vind het natuurlijk veel frisser en het is ja, een beetje zomer in huis altijd. Italianen gebruiken basilicum natuurlijk in de eerste plaats in de keuken. Maar behalve een heerlijke smaak kennen ze er ook een haast magische kracht aan toe. In Italië is basilicum ook het kruid van de liefde. Dus ze geven het eigenlijk aan elkaar als een teken van liefde. Maar ook vrijgezelle dames die zetten het voor hun raam om te laten zien van hey, ik ben klaar voor een nieuwe relatie. Dus kijk uit, hè. Basilicum gedijt het best in een warm klimaat, vandaar ook dat het in mediterrane landen overal groeit. In Nederland groeit basilicum vooral in kassen, waar het gekweekt wordt in potjes, die je vervolgens op het aanrecht kunt zetten. Als je basilicum gaat kopen, kijk dan even of je een plantje kan vinden. Want een plantje, ja, dat gaat gewoon 3 weken mee. En dat is ook altijd de allerverste basilicum die je dan in huis kan hebben. Ja, het belangrijkste in die 3 weken is dat je hem genoeg water geeft en een beetje liefde. Het is natuurlijk de plant van de liefde, dus doe je best, hè. Als je basilicum de losse blaadjes koopt, let dan wel even op dat die mooie groene blaadjes hebben en dat de stelen nog wat stevig zijn. Dan weet je zeker dat je echt verse basilicum in huis hebt. En hoe gebruikt de kruidenexpert zelf basilicum het liefst? Ja, zelf eet ik de basilicum het liefst ook eigenlijk in een hele klassieke caprese, hè, lekker mozzarella, tomaat en dan de basilicum. Maar een andere verrassing is eigenlijk met aardbeien samen. Als je dat dan combineert, een beetje aardbeien, basilicum en een klein scheutje balsamico, man, goud. De aardappels hier, die zijn nog hartstikke hard, dus die moeten bij mij nog even doorkoken. Ik gok bij jou thuis ook. Maar laten we even gaan kijken hoe het met de worst staat. En zoals je ziet gaat het nog steeds best hard, ook al staat hij op een middelhoog vuurtje. Dus ik keer hem weer even nog een keertje om. Snel het bakpapiertje er weer op. Trouwens, als je nu pas inhaakt, ga dan eens even naar onze site toe, want dan kun je zien wat ik tot nu toe heb gedaan. Daar staan ook alle ingrediënten van vandaag op. Ook de ingrediënten voor morgen trouwens. En ook wat ik vorige week allemaal heb staan maken. Het leuke van die site is dat er ook kortere filmpjes op staan, die dus niet een half uur duren. Mocht je een keer op een later moment dit gerecht willen maken. En ja, haal er gewoon wat inspiratie vandaan, want er staat een heleboel leuks op. En dat doen we niet voor niks natuurlijk. Ik ga weer even terug naar mijn worst. Want die is denk ik inmiddels bijna gaar. Nou, dat heeft nog even nodig. Ik keer hem nog even een keertje om. Nou, de aardappels hebben nog eventjes nodig. Pak ik vast de zeef erbij om zo meteen de puree mee te maken. Dus zet gewoon even alles alvast klaar, zodat we meteen verder kunnen. Wat we ook nog nodig hebben is een houten pollepel. En wat ik ook nog ga gebruiken is wat roomboter. Om die puree straks nog lekker mee op smaak te brengen. Nou, het is gewoon even wachten op de aardappels. Maar beginnen nu al een beetje zacht te worden. En heb jij nou thuis ook een leuk recept met andijviestamppot wat net even anders is dan normaal? Laat het me even weten, want ik vind het altijd leuk om te horen hoe jullie het thuis doen. Ik fiets er een Italiaanse twist in. Maar wie weet kan je er wel een hele andere twist in fietsen waar ik nog niet aan gedacht heb. Wat we misschien ook alvast even kunnen doen, als we toch op de aardappels aan het wachten zijn, is vast de basilicum snijden om straks mee te garneren. En een manier om dat op een hele nette manier te doen, je kunt het natuurlijk gewoon scheuren boven je bord. Maar wat ik zelf ook wel eens doe als ik het een beetje ja, wat chiquer wil maken, dus dan leg ik al die basilicumblaadjes op elkaar. En dan kun je namelijk heel makkelijk mooie reepjes snijden. Die zien er een stuk netter uit dan wanneer je het gewoon scheurt.
kijk eens, wat een perfecte sliertjes. Gaan we die andere ook nog even doen. Ik heb zelf altijd kruidenplantjes in mijn keuken staan. Gedroogde kruiden zijn natuurlijk ook heel lekker. Kun je ook altijd prima gebruiken, varieer daar ook mee. Maar met gedroogde kruiden moet je wel altijd oppassen dat je er niet te veel van gebruikt. Omdat ze natuurlijk behoorlijk geconcentreerd van smaak zijn en heel intens. Dus met verse kruiden vind ik het zelf altijd iets makkelijker doseren. En ja, ik vind het ook gezellig staan in de keuken. Hè? Zo'n vensterbank vol met van die kruidenplantjes. Moet je er wel even goed voor zorgen, dan heb je er lang plezier van. En misschien een tip voor thuis. Giet nooit water aan de bovenkant in het plantje, want dan schijnt hij een beetje te verzuipen. Maar als je een schoteltje eronder zet en daar wat water op giet, dan zuigen die wortels die natuurlijk in dat potje zitten, dat water op. En dan heb je er lange plezier van. Even kijken hoe het bij de aardappel staat, want alle voorbereidingen zijn gedaan. Heel even checken bij de worst. Nou, daar zet ik het vuur nu van uit, want die is bijna gaar. Maar door de hitte onder het bakpapiertje gaat dat echt nog wel even doorgaren. En tegen de tijd dat we hem gaan snijden om op de stamppot te leggen, dan is hij door en door gaar. Want dat wil je natuurlijk wel, want het is varkensvlees. Ik ga vast een vergiet klaarzetten voor de aardappels. En wat ik ook doe, is eventjes een kom onder het vergiet zetten. Moet ik eigenlijk even meteen pakken, want ik wil wat kookvocht opvangen. Zodat ik strakjes in plaats van warme melk kookvocht door de stamppot heen kan doen. Om smeuiger te maken en ook gelijk warm te houden. Dus zet er eventjes een kommetje onder. Dan kun je dat vocht namelijk straks gebruiken. Mijn aardappels zijn gaar. Hoppa, daar gaan we. Afgieten, vuur kan uit. En vergeet dus niet die kom onder je zeef. Dan laat je ze wel eventjes goed uitlekken. Even het overtollige vocht eraf. Ze moeten natuurlijk altijd even een beetje droogstomen. Deze kunnen weer terug in de pan. Die gaan we zo door de zeef heen halen. Dan neem ik de warme pan met aardappels mee naar de kom. Met de zeef erin. Even kijken, ga ik hier even een theedoek onderleggen, want het is natuurlijk een hete pan. En dan pak ik dus de kom met de bolzeef erbij. Nou, dit is een manier die ze vaak in restaurants gebruiken om echt die hele lekkere, smeuige puree te krijgen. En als je dan de aardappels in de pan schept, of in de zeef schept, dan kun je door met de pollepel flink te duwen hetzelfde effect voor elkaar krijgen. En dan komt er aan de onderkant ook een soort aardappelsneeuw. En dan gaan jullie nu gewoon even kijken naar hoe ik deze heerlijke, smeuïge aardappelsneeuw maak. Zoals je ziet is dit natuurlijk best een behoorlijk klusje. Dus ik snap best wel dat je gewoon de puree-stamper erbij pakt. Maar dan heb je ook gewoon eens een keer gezien hoe je echt een hele lekkere, luchtige, smeuige puree maakt. En ik snap het best hoor, als je voor de puree-stamper gaat. Dit is verder klaar. Wat ik nu natuurlijk nog moet toevoegen zijn de smaakmakers. En ik ga nog lekker wat crème fraîche toevoegen en ook wat pesto. En dan heb ik rode pesto vandaag. Pak ik 2 eetlepels van. En naast de pesto gaat er dus ook nog wat crème fraîche doorheen. Deze pan ga ik gebruiken
om de boel nog even in te verwarmen. En die andijvie moet natuurlijk ook nog even verwarmd worden. Als je het nu gewoon zo zou serveren met de koude andijvie, dan heb je echt de koude stamppot op je bord en dat is ook niet lekker. Dus ik schep de puree met de pesto en de crème fraîche in de pan. Kijk, en dan wordt dit dus langzaam alweer een beetje warm. De manier om hem toch nog wat smeuiger te maken is door een beetje van dat warme kookvocht van de aardappels toe te voegen. En je zou natuurlijk ook melk kunnen gebruiken mocht je nog een restje hebben. Maar dit is altijd wel een goede manier. Er zit natuurlijk al crème fraîche in, dus je wilt ook weer niet te veel producten toevoegen. Dat is natuurlijk alleen maar minder goed voor de lijm. En de crème fraîche maakt hem echt al smeuig genoeg. En dan moet natuurlijk nog de andijvie er doorheen. En die moet natuurlijk ook nog een klein beetje slinken. Dus het vuur gaat even ietsjes omhoog, zodat die puree echt goed warm is. En als je hem nu begint door te roeren, dan krijg je dus de andijviestampot zoals we hem allemaal kennen. Ondertussen snij ik de worst in plakjes. Bakpapiertje kan eraf. En de worst hier is nog lekker warm. Check even of dat bij jou thuis ook zo is. En deze worst leg ik op de snijplank om hem te snijden. Dan pak ik even een mes erbij. En dan snij ik mooie plakken. Kijk, en hij is prachtig gaar. Mooi bruin en heel smaakvol. Een mooie schuine plakker ervan snijden. Kijk eens eventjes. Het is toch weer even anders een keertje. Nou, de stamppot wordt bij mij hartstikke warm. Ik hoop bij jou ook. Roer hem even nog één keer goed door. En eerlijk is eerlijk, ik had beloofd dat er boter in ging. Maar ik ga het lekker niet doen, want ik vind hem smeuig genoeg. Dus die laten we lekker even weg. Maar wat ik wel ga doen, is een bordje, want we gaan zo eten. Deze zetten we even hier neer. Pak ik even een grote opscheplepel erbij. En dan gaat er natuurlijk eerst wat andijviestamppot op het bord. Ik heb natuurlijk nog wat andijvie over, maar gooi die alsjeblieft niet weg. Maak daar een lekkere salade mee. Of weet je wat ik ook heel vaak doe? Shawarma maken en dan in plaats van sla andijvie gebruiken. Ook super lekker. Het is natuurlijk uiteindelijk ook een soort sla. Dus zo kun je dat makkelijk doen. Deze ligt erop. Dan gaat er natuurlijk wat worst op. Even de mooiste plakjes. Kijk eens even. Ik vind het nu al lekker. Zo leuk om gewoon van je stamppot een beetje een feestje te maken. Het lijkt gewoon zo'n klassiek normale mensengerecht. Maar als je hem een beetje opleukt, is hij natuurlijk echt heel erg lekker. Wat ik ook nog doe, is natuurlijk de basilicum eroverheen. Ik heb hier natuurlijk de basilicumolie. Die voeg ik ook toe. Beetje zo eroverheen. Het is altijd mooi om een beetje van die druppeltjes op je bord te hebben. Deze ga ik bewaren. Die gaat straks in de koelkast. Zwarte peper erop. En dan zeg ik, één stamppot met een twist.